Kom terug bij de Walking Dead mission. In de vorige aflevering waren we eindelijk in veiligheid. En toen gebeurde het. John werd weer doodgemaakt. Nou ja, weer. Hij werd doodgemaakt. En alweer is het niet meer zo veilig. Wat gaat gebeuren? Nou, dat zullen we nu zien. Ze zijn een beetje bij onze veilige omgeving binnengedrongen. Kijk uit, Paige. Nee, Paige. Nee. Kijk, daar zijn ze. Misschien had ik even naar de rest moeten kijken. We pakken hem. Where are you? Ik ben hier. Maar dat zeg ik niet. Even uitkijken. Ja, het is donker, dus ze zien me niet zo goed. Gelukkig maar. Stel je voor als het helemaal licht was. Niet regent, dan hoorden ze me ook de hele tijd. Poeh. Ik kom eraan. Ik maak je af. Wat? Krijg je ervan? Pak zijn geweer. Zo doen we dat. Ja, wat wil je doen dan, hè? Oh, je hebt geen geweer bij. Oh, je hebt een. Nee. Goed, ouch. Echt, dat is een hoofd. Goed gedaan, Piet. Nou. Geweertje down. Dat moet je niet weggooien. Kijk maar nou. Ja, Randall. Wat wil je doen dan, hè, Randall? Oh shit, hey. Met machete. Oh, je kom erop, hè, Randall. Bang! Hé, Randall. Wat wil je doen, hè, Randall? Brrr. Yeah. Hey, Randall. Wat doe je nu? Dat is niet aardig. Hey, whoa. Stranger danger. Hallo. Randall, hallo. Hey, dat is niet aardig. Wat is scherp. Pats. Oef. Dat moet pijn doen. Zwakke slaagjes. Ga wat harder slaan. Probeer maar eens wat harder te slaan. Kan je toch niet, dat is zwakkelijk. Auw. Oh. Dat was de fuck, verkeerde knop. Oké. Oeps. Woepsie. Kom maar op, Randall. Niet weer mijn arm breken, hè. Dat is niet aardig. Rechts. En kijk of hij nu wel pakt. Hij pakt er nu wel mooi zo. Oeh. Randall. Randall, wat wil je doen dan, hè? Kut. Zo, die heeft pijn aan zijn neusje volgens mij. Hier gaan we dan. Hier gaan we dan, bitches. Hey, Randall. You alright? Not dead yet. Dat is al een voordeel. En Randall is ook nog niet dood. Nog niet. altijd een beetje pijn. Even naar boven duwen, naar rechts duwen, links. Wat de knop was. Wat was het? Naar links, ja, was het. Dat doen we nog een keertje. Naar boven, naar links. En E. Als het toch in het echte leven zo makkelijk zou zijn, even naar boven, naar links en E duwen. Hoppakee. Hier gaan we dan. Hey, Randall. Dus. The tables have turned. Ja, die krijg je niet zo makkelijk eruit, hè. Ja, daar heb je gelijk in. Weet je wel. Cut yourself a golden goose. Jezus! Woe! Nee! Hij mist je wel, hè? Gezien. Daar ben ik helemaal mee eens. Ik ook. Goed zo, Michonne. Woe! Wat gaan we zeggen?
Hoe heb je ons gevonden? How did you find the house? You know, I probably never would have. Except you left a trail of walker parts right to the front gate. Nou, dat heb je goed punt. Goed punt. Like some fucked up fairy tale. Ja, precies. Randall? Handje en Grietje. Randall, are you getting this? You, wanna get that for me? We heard gunshots. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Ooh, that's minder. Shit, she sounds pissed. Meet you wel. Wake up, goddammit. You gonna answer? Talk to her, Michonne. Make Randall answer. Als Randall nou eventjes antwoordt, anders gaat hij in een wereld van pijn zijn. You know, this feels mighty familiar. In een wereld van pijn. And I'm here. So, Miss Shum, what do you want me to say to her? On account of me hoping to avoid more broken fingers. Zeg niks doms. Say something stupid and you'll regret it. You sound just like my daddy. He's a mean son of a bitch. Hey, door mijn belly over niet. So I learned not to cross his path twice. Dan hoop ik dat je die fout niet nog een keer begaat, Randall. Randall, met je hoofd. Hey, Norma. Randall, are you all right? Yeah, I'm all right. I thought something had happened. Where the hell have you been? Lost. Yeah, I just got turned around. So, Randall. Trees, until we found a trail. Hey! I wasn't finished yet. Was doing what you said, Michonne. Tighten the voice, the voice. Dat ga je niet nog een keer doen, Randall. Dat ga je niet nog een keer doen, Randall. Randall? I lost you. What were you saying? Even luisteren. Have a girl, huh? Norma will know something's wrong soon enough. Take it easy, Samurai. She'll find you. Okay. You know, this alone time, you and me together. Inderdaad, heb je gelijk. It's been real nice. Best wel aardig, best wel leuk, gezellig. When my sister gets here. Klopt. Of voor dat jij niet meer leeft, eigenlijk. And break your skull. Sam. Gezellig. Ik denk alleen niet dat je hem kan vastpakken met die handjes van je hekkut. Those kitties too. Gezellig. I saw their little heads in the window. Even inademen, uitademen. And here we go. You know, their skulls don't break. Tighten the vice. Eventjes een klein beetje. Oeh. Ja, volgens mij kan je niks meer vastpakken met die handjes, jongetje. Yes, I hit a button. Klein beetje, maar. Is maar gerust. Wat is het? Hey now. Don't you two look like your daddy? Back when you still had a face. Oeh. Burn. What? Yeah. Got a big hole. Klein beetje wel, hij is nog, nou ja, een klein beetje wel. Sean, is that true? Ja. Please tell me he's fucking with us. Randall murdered your dad, Sam. No. No. Eerlijkheid duurt het langste. Die geeft geen zin. James. Waarom is dat een jongen? Ik dacht dat het een meisje was. He killed my dad. Mhm. Then why isn't this son of a bitch dead? Wacht maar, Sam. Komt goed, joh. Michonne's just been fumbling around. Hey, that's so dood. Don't worry about it. Have no fear. He'll be dead soon. We should do it right fucking now. Hey, niet zomaar tegen zombies aan het trappen. Wat doe je nou? All she wants is her brother back. That's it. We're out of the equation. You need to kill him, or I will. Wees gerust, Sam. Het komt goed. Sam, wait. No matter what I say, you're just gonna do whatever you want anyway. Ja, waarschijnlijk. I know you've already made up your mind. Nee, inderdaad, je kent me maar al te goed, Piet. Je kent me maar al te goed, joh. Well, I ain't had the bell of the ball. But maybe that's you. Because when this
days is over. Ik denk dat jij fucked bent, moet ik eerlijk zeggen. Kill me, and Norma hunts you down until you're all dead. Fuck! Denk ik niet. Die papzak die kan nu ineens 2 meter lopen voordat ze omvalt en wegrolt. Kom op, hé. Een 2-jarige kan ook verder nog harder rennen dan haar. Kom op, hé. You like killing. No, be gelijk. You'd like killing me, wouldn't you? Mm-hmm. Just tell old Randall the truth. I got thick skin. Beter jij dan ik. I'm sure you'd like to see me dead too. If it's in the cards. Well, maybe. Maybe you think you can. Nope, dat denk ik helemaal niet, Randall. Je kent me niet zo goed als je dat je dacht. There ain't no heaven up there, honey. And there ain't no hell down below. De enige hel die er is, is de wereld. Every day until you die. Yep. And you know what's the fucking kicker? You what is it, John? And keep. Get to the fucking point, bitch. If you got a point, get to it already. My way, darling. This is the world your kids are dying in, Michelle. Ooh. Fuck, die zie ik mezelf. Holy shit. Kijk maar nou. Or dying. Or are in that fucking purgatory. Shut up. Don't talk about that. By the way. They're suffering. No, that doesn't do it, I know. And mommy isn't there. Uh-oh. You have it on. Bloop, bloop. We all have our demons, honey. Let's go. But so, bye-bye, Randall. Bye-bye. En nu is het tijd om Norma te vinden. Niels. Tijd om Norma te vinden. Precies hetzelfde doen, maar dan ietsjes beter. Want ja, ze heeft wel heel veel meer vet lopen, dus daar kunnen we wel wat meer mee doen. Toch? Maar dan ga je tegen Norma kan je aantrappen, ze voelt helemaal niks, want zoveel vetlagen heeft ze, weet je wel. Als je dat trapje tegenaan, je vliegt gewoon de hele de andere kant op van de wereld. De volgende keer in The Walking Dead Mission. I spent a lot of time in low places. Ja. Weet je wel. Where you only have your thoughts for company. And those can be mean. Nasty. Andere mensen kunnen meer gemeen zijn en nasty zijn. Oeh, daar komt Norma aan. Believe me if they don't. It's true. Things always fall apart. But we're the ones who bring them down. Let's fuck him up! Woo! Okay. Nee, dan ben je toch wel een good guy geweest, toch? Hebben we gewoon Piet gered en hebben we heel veel andere mensen ook gedaan. We hebben de telefoon opgepakt, want dat is gewoon de slimste keuze. 28% die was niet zo slim. We zijn gewoon eerlijk. Niks mis mee. En 52% heeft me doodgemaakt. Kijk eens aan, wat interessant. Nou, dan hoop ik dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Wens ik jullie een fijne dag toe en hoop ik jullie terug te zien in episode nummer 3 van The Walking Dead Michonne. Laters.